Het nieuwe goud wordt het al genoemd. De bitcoin. De compleet virtuele munt waar je geen bank voor nodig hebt. Was al in trek bij computernuts en criminelen. Maar sinds het bankaire debakel op Cyprus zoeken ook beleggers hun heil bij de bitcoin. Afgelopen woensdag doorbrak de koers van de bitcoin de magische grens van $100. En momenteel is één bitcoin zelfs $137 waard. En de nieuwe munteenheid verovert ook de gewone markt. Want sinds deze week kun je in een café in Delft je kopje koffie betalen met bitcoins. Is dit het geld van de toekomst of is het een zeepbel? Dat vragen we uiteraard aan Alexander Clupping. Ik moet je heel eerlijk zeggen, Jeremy Paxman had het er vorige week in Newsnight even over. In Engeland. Ook hij wist niet precies waar hij het over had. Laten we even kijken. De bitcoin verovert de wereld. Well, look at the crisis in Cyprus. The banking crisis there does raise the intriguing question of what is money? The Oxford English Dictionary defines it as any generally accepted medium of exchange. So far, so obvious, so many euros to the pound or the dollar. But there's an increasing number of people preferring to do business of various levels of legality in something called bitcoins, which you'll never have in your wallet because it's a virtual currency. Ja, en daar vermoeden wij glad ijs, maar dan ben jij altijd thuis, zal ik maar zeggen. Wat is de bitcoin? Ja, het is geld voor nerds. Daar komt het eigenlijk wel op. Geld voor nerds? Ja. Bedacht door nerds? Absoluut. Voor nerds? Nou, niet per se voor nerds. Kijk, eigenlijk, het is best wel simpel. Het is geld. Het is eigenlijk niet zo simpel. Maar ik ga het toch proberen uit te leggen. Okay. Dat is eerlijk. Dit is de paper die in 2009 verscheen op internet. Dit is van een Japanner genaamd Satoshi Nakamoto. Zeker. Nakamoto. 9 pagina's. En dit is eigenlijk bitcoin. En dit verscheen op een gegeven moment op internet. En toen dacht iedereen, dit is een grap of dit kan niet echt. Maar dit is uiteindelijk de basis geworden voor wat bitcoins nu zijn. En het is virtueel geld. Het is eigenlijk, een bitcoin is nu dus ongeveer, je zei $137, inmiddels is het weer $3 meer. $140 waard, één bitcoin. En eigenlijk is het in plaats van een munt die ik jou geef, is het een string tekst. Cijfers, getallen, of cijfers, letters, hoofdletters, kleine letters. En als ik die aan jou geef, dan heb jij mijn bitcoin gekregen. Dus ik kan je naar je e-mailen, dan ik kan je op een briefje opschrijven. Heb ik $130 van je gekregen? Dan heb je $130 van mij gekregen. Oké. Okay. Eigenlijk is het zo simpel. En het mooie is, er is geen centraal systeem waaraan je het geeft. Je schakelt de banken en de overheden helemaal uit. Die heb je niet meer nodig. Normaal geef ik jouw geld via een bank. Mm-hmm. Ik pin bij jou of iets in die richting. Mm-hmm. En met dit systeem heb je dat niet meer nodig. Snap je? Dus, wacht. Ik maak... Er is één ander belangrijk ding, en dat is dat het decentraal is. Dus er zijn geen banken, er is geen overheid zoals in Nederland die geld meer of minder waard kan laten worden, of op Europees niveau. En dat betekent dat de mensen die de bitcoins hebben, zelf ook de eigenaar zijn van het systeem. Er is niemand die zich ermee kan bemoeien. Maar om het meer of minder waard te laten worden. Op puur vertrouwen. Ja. Want als ik die bitcoin van jou heb gekregen, die cijferreeks, dan kan ik die ergens op een bepaald moment inleveren tegen $130. Ja, het is wat te gek te vergeten. Bij wie eigenlijk? Bij iedereen. Ze zijn nu zoveel waard. Van de club. Iedereen kan dat doen. Iedereen. Als ik jou dat geef, dan kun jij het Bitcoin-programma installeren op jouw computer. En dan check jij die code die ik jou heb gegeven. En op dat moment heb jij die Bitcoin gekregen. En daar kun je dus weer dingen mee kopen. Voor 300 bitcoins kun je een Porsche kopen nu. Maar kan ik al bij de Bijenkorf met bitcoins betalen? Bij de Bijenkorf kun je nog niet met bitcoins betalen. Dat gaat wel gebeuren? Nou, iedereen die besluit bitcoins aan te nemen, kan dat gaan doen. En wat is het voordeel boven de euro of de dollar? Dat je niets met banken te maken hebt die nu in zo'n kwaad dagje staan? Maar dat is voor consumenten natuurlijk niet zo boeiend. Kijk, uiteindelijk is het superhandig dat mensen zijn argwanen tegenover banken. Die doen het soms niet, zoals vandaag en gisteren. Die vallen om, die houden je geld achter, of weet ik van wat. Oké, dus dat zijn een soort grootte. En daarom is sinds Cyprus opeens de bitcoin zoveel waard geworden. Omdat mensen denken, misschien is dit wel een alternatief. Zou kunnen. Maar ik denk op praktisch niveau, als jij een bitcoin wil krijgen van mij, normaal moet ik dat overmaken naar jou. Mm. Dat kost eventjes. Hè? Als ik iets van ING naar de, als die het al doet, maar naar de Rabobank wil overmaken, dan duurt dat een dag. Ja. En bij bitcoins, ik mail het naar jou en dan heb je het geld. Het is zo simpel als dat. En er zijn geen transactiekosten. Als je nu via een creditcard geld wil aannemen, dan moet je betalen aan de creditcardmaatschappij. En het belangrijkste is nog, niemand kan meer beslissen aan wie jij je geld geeft. WikiLeaks bijvoorbeeld konden we op een gegeven moment geen geld meer aangeven. Omdat de creditcardmaatschappij besloten, je mag geen geld meer geven aan WikiLeaks. En dit is eigenlijk het systeem van het volk. Dit hebben nerds gemaakt voor ons, Matthijs. Dat begrijp ik. Nee, En ik begrijp dat als nerds het gemaakt hebben, dan sta jij in vuur en vlam. En terecht. En dat is ook de absolute digitale voorhoede. Dus daarom is het goed dat je af en toe aan tafel zit. Dit komt ook, net zoals de digitale revolutie in Silicon Valley. Dit is weer op jongenskamers, jongens op gympies, ongewassen, pizza etend, hebben uiteindelijk dit bedacht. Jongens die altijd mijn verdacht veel op jou doen lijken. Zullen we even kijken naar Amir Taki.
Dat is, want we hebben beeld van de jongens die, de Bitcoin hebben bedacht. Het zijn er twee die even uitleggen wat ze aan het doen zijn geweest. This is Amir Taki, one of the developers of Bitcoin. Bitcoin is like a virtual currency, just like you have like dollars, pounds, euros. It's completely decentralized. I can send money to whoever I want, whenever I want, wherever I want in the world, and nobody can stop me. Bitcoin is to banks what email was to postal offices. It's as big as the internet, or maybe bigger. Tja, ik heb een goed stel hersens, althans dat durf ik wel te zeggen. Ik begrijp het niet helemaal. Maar je moet het vergelijken. Begrijp jij het helemaal? Ja, ik vraag me, ik vind het trouwens wel een mooie munt, zo met die B, maar ik vraag me af hoe het dan zit met de belasting. Hoe denkt die erover? Ja, die vinden het dus niet grappig, want die kunnen niet meer controleren dat jij geld hebt gekregen van iemand. Okay. Witwassen kun je het voor gebruiken. Maar goed, dat kan met cashgeld ook. Hè? Met cashgeld kunnen nou, we ook ik lees wel in alle stukken die ik heb vanmiddag wel mijn huiswerk gedaan, uiteraard. In al die stukken valt het woord crimineel geld. Ja, het is een paradijs voor de crimineel. Het is niet te controleren. Maar goed, dat is cashgeld ook. Hè? Daar kun je ook mee doen wat je wil. Maar dan moet je het in een bus laden. Dat is lastig. Dan moet je het naar iemand toe brengen om dat wit te wassen. Want deze munt, we hebben nu de suggestie dat er een feitelijke munt in je hand kan liggen. Dat is dus nooit zo. Nee, eigenlijk is dat nooit zo. Het is echt een stukje tekst. Nee, niet feitelijk. Hij wordt dus nooit gedrukt. Ja, maar je kan, als je het op een munt wil zetten, dan kun je dat doen. Het mooie is, het is open source. Hè? Dus de hele systeem erachter is open. Als jij veranderingen wil aanbrengen in het systeem, dan kan dat. Uh-huh. En dat is het mooie. De bedenker, die is mysterieus. Niemand weet wie die man is. Die is van de aarde verdwenen. Ze zeggen dat het een Japanner is. Sinds 2009 heeft niemand er meer wat van gehoord. Alexander, neemt je achterdocht dan niet gaat verder. Extreem toe? Nee, omdat dus niemand de eigenaar is. Maar dit is belangrijk. Ik vraag het even aan Pieter Derks. Pieter, heb jij een smiezen waar we het over hebben? Ik heb een vaag vermoeden, maar ik begin het nu ineens heel vaag te... Het is een beetje mysterieus, maar het mooie is... Is diegene spoorloos omdat hij net zoals die Assange bang is om... Nee. Het doet er gewoon niet meer toe wie die oprichter is. Want hij heeft die broncode de wereld ingestuurd. Mensen gebruiken het nu. En nu is er een alternatief voor de euro, voor de dollar. Heb jij ze? Ik heb bitcoins, ja. Gekocht in 2011, toen ze nog $5 waren. En nu? Ja, nu is het 130. 130. En echt al betaalmiddel of omdat je denkt, ik moet gewoon bijhouden wat er in de wereld is? Ik denk dat er drie typen mensen zijn. Jongens zoals ik, die gewoon klooien, dat is het. Jongens, echt handelaren die ermee proberen te speculeren en geld mee proberen te verdienen. Want ze vergelijken een beetje met de tulpen, met die mani, tulpenmani. Mm-hmm. Het kan stijgen naar $5,000, het kan gaan naar 1 euro. Hè? Dus ik zou ook niet iedereen aanraden, stap in de bitcoins, dat is een beetje gevaarlijk. Maar er is een derde partij die zegt, dit is een protest. Eigenlijk is dit een bijzonder intelligente vorm van protest. Die banken en de Monetaire Unie, mm-hmm. die klooien met ons geld. Dat zeggen sommige van deze mensen. Zij zijn de baas over het geld, zij kunnen het geld devalueren. En zoals in Cyprus vertrouwen ze het geld niet meer. In Spanje kopen ze nu heel veel bitcoins, las ik laatst in Business Week. Omdat ze dit zien als een vertrouwenswekkerder vorm. Ze vertrouwen de wiskunde hierachter meer dan de politici die Laten het we geld even kijken naar. Dat is een protest. Zo kun je het ook zien, als protest. In Delft, dat is de eerste plek in Nederland waar je in een café waar je een kopje koffie kan kopen met een bitcoin. Een duur kopje koffie? Daar is beeld van. Ja. Naast het pinnen en chippen kunnen we in Delft nu ook betalen met bitcoins. Via een speciaal ontwikkeld programma rekent de smartphone de betaling om van euro's naar bitcoins. Virtuele munten. Ik scan met mijn telefoon de QR-code. Vervolgens duw ik op verzend. En 3 seconden later verschijnt hier, u heeft betaald. Dat is een bitcoin betaling. Ja, zo simpel is het. Heb je ook bitcoin kwartjes en stuivers? Ja, je kan delen ervan doen. En uiteindelijk is dat het ook het idee, want ze verwachten dat ze nog veel meer waard gaan worden. Er worden er in totaal maar 21 miljoen van gemaakt, wereldwijd. Dus op een gegeven moment stijgt die waarde zo hoog dat je hem in stukjes moet hakken. Wat gebeurt er dan met de economie als dit bijvoorbeeld echt doorgaat? Dat moet je niet aan mij vragen, ik ben geen econoom. Hè? Zie je, die nerds nemen geen verantwoordelijkheid voor. Een beetje pesten, een beetje rellen. Het is wel een beetje pesten en rellen. Dat moet ik toegeven. Maar in die zin lijkt het op WikiLeaks. Mm-hmm. Of lijkt het op BitTorrent, de manier waarop muziek en films verspreid worden. Het is onaantastbaar voor overheden en voor bedrijfsleven. En dat is aan de ene kant
best wel grappig ergens ook. Het is ook een beetje leuk, een beetje pesterig. Aan de andere kant, overheidsbedrijfsleven. Je ziet de reactie op Wikileaks. Ze vinden het ook doodeng. En met bitcoins is het hetzelfde. Alexander, wij gaan over 3 weken samen, de wereld draait door en jij, 3 uitzendingen maken over het ontstaan van de digitale wereld. Ja. De geschiedenis van Silicon Valley, waar het allemaal gebeurde. Ja. Die opwinding bij de nerds, jouw vrienden, die dit allemaal bedacht hebben. Is die vergelijkbaar bij de opwinding, met de opwinding die we nu ervaren bij de bitcoin, die jij ervaart? Ja, ja, ja. Dus wat je ziet in Silicon Valley, we zijn er dus 3 weken geleden nu geweest. Heel veel mensen hebben stickers van bitcoins op hun laptop zitten. Dus vinden dat ook leuk. En dit zijn gewoon mensen die denken, oké, ik kan programmeren. Programmeurs zijn een beetje dichter bij tovenaars kun je niet komen dan programmeurs. Die kunnen iets typen en dan drukken ze op enter en dan maken ze iets. Ik vind het echt het dichtstbij komen bij magie komen. Mensen die dat goed kunnen, daar kijk ik echt heel erg tegenop. En daar barst het daarvan. Zij maken de moderne wereld voor een deel. En om die geest te voelen, om dat daar gezien te hebben, daar ben ik heel blij dat ik daarover meer kan vertellen. Dankjewel, Alexander. Wilt u de uitzending van de WNL University met Alexander Krupp bijwonen? Ga dan naar onze website.